morgen mijn buurvrouw een Dries van Notenjurk kan laten ontwerpen, dan weet ik wel wat voor Dries van Notenjurk dat wordt. En daar zijn er al zoveel van. Ik zit eigenlijk best wel heel vaak ergens op straat en dan kijk ik heel erg naar de straat. Dat vind ik ontzettend leuk om daar naar te kijken. En ik vind het echt chockerend hoe slecht mensen bijvoorbeeld gekleed zijn. En dat ik echt denk zo van ja, heeft dat nou met de opvoeding te maken dat ik dus mee heb gekregen dat die mensen... Maar ik vind het gewoon echt soms echt verschrikkelijk. Over 10 jaar hebben we een ander schoonheidsideaal. En dan denken we, dan willen we vrouwen met hele grote tieten en siliconen. Ja. Ontwerpers die hun collecties willen verkopen, die bedienen daarmee winkels. En in winkels moet er het hele jaar iets hangen. En dat kan nou eenmaal niet het hele jaar hetzelfde zijn. Beste allemaal, welkom bij Foto van Firestarters. We zijn hier op de Amsterdam Fashion Week, op het Beste Gastterrein. Achter mij zijn er catwalkshows bezig op dit moment, maar in de stad zijn er ook allemaal dingen aan de hand. Exposities, presentaties, allerlei evenementen. De Fashion Week viert deze week haar 15e editie alweer. Foto van Firestarters is een rondreizende talkshow die naast mode plaatsvindt tijdens evenementen op het gebied van muziek, technologie en kunst. En tijdens elke aflevering wordt er gediscussieerd over onderwerpen rondom innovatie en mobiel internet. Vandaag hebben we het over de catwalk en de seizoenscollecties en hoe relevant deze nog zijn in een tijd waarin de consument eigenlijk heel dicht op de mode staat. Ik ga daarover praten met 4 gasten. De eerste is Jimmy Pauw. Ik wil jullie vragen om je even kort en bondig voor te stellen. Het liefst in 140 tekens, zoals bij Twitter. Jimmy. Ik ben Jimmy Pauw. Ik werk samen met Marie Bureau onder Marry Me Jimmy Pauw. En wij zoeken een beetje de grens op tussen kunst en mode. En we proberen mode in een andere vorm te presenteren dan een kledingstuk. Wat ook wel leuk is om even te zeggen dat ik een ontwerp van jullie aan heb. Ja. Ja. Belangrijk. Ja. Peter. Ja, ik ben Peter Leverink. Ik ben hoofddocent in Amfi Amsterdam. En daarnaast creatief eindverantwoordelijk voor het merk Individuals dat wij voeren. En wij proberen studenten op te leiden. Punt. Heel goed. Heel belangrijk, ja. Even Marie. Mijn naam is Marie Kuijsmans. Ik werk als fashion consultant voor verschillende modelabels, internationaal maar ook Nederlands. En ik werk daarnaast part-time als projectleider op het modeprogramma van Premsela, het Instituut voor Mode en Vormgeving. Oké. Okay. Duidelijk. Ik ben Carlo Wijnals, ik ben fashion consultant. Ik werk momenteel als program director voor de Amsterdam Fashion Week. Dat wil zeggen dat ik inhoudelijk verantwoordelijk ben voor het programma. Ik ben vrij kort nog bij de Fashion Week verbonden. Dus mijn handschrift zal nog wel iets meer naar voren komen. Maar ik zit ook, ik werk bijvoorbeeld ook voor het Fonds Beeldende Kunst. En daar geef ik subsidies uit aan getalenteerde ontwerpers. Mm. Seizoenscollecties zullen over 10 jaar niet meer bestaan. Even Marie. Nee. Dat is niet waar. Dus ja, dus nee. Ja, je bent het er niet mee eens. Ik ben het er niet mee eens. Nee. Ik ben het wel mee eens. Jimmy. Ik ben het er niet mee eens. Nee? Nou, jij maakt namelijk wel geen seizoenscollecties. Dat is zo, maar ik denk dat wij zijn toch een beetje de vreemde eend in de bijt. Je bent het er mee eens. Ik denk dat over 10 jaar nog steeds er heel veel ontwerpen zijn die denken aan seizoens. Ik niet. Ik Carlo. Ook nee. Wat? Ik ook nee. Ja, nee. Maar ik denk, ja. Nou ja. Nee, zeg maar, want we gaan nu. Ik denk dat het beide is. Ik denk dat dingen in elkaar over gaan lopen. Dat absoluut. Mm. Maar ik denk dat het zeker nog bestaat. Mm. Ja, seizoenen in mode zijn misschien wel ergens heel, heel ver weg gerelateerd aan de gewone seizoenen. En die gaan ook verdwijnen. Dat denk ik ook. Het is juli en het is geen zomer. Mm-hmm. Behalve vandaag. Mm-hmm. Dus nee, ik denk dat het fast fashion concept in wat voor vorm dan ook, of dat nu is een. Ik heb best respect hoor, van Dries van Noot. Ik heb lang in Antwerpen gewoond. Het was een goed nieuws. Het was een heel goed nieuws. Het blijft hangen, ja. Ja. Over nu gaat het over Dries van Noot. Ik denk dat dingen gaan vloeien in elkaar. En ik denk dat inderdaad jouw antwoord op hem. Van, jullie maken toch helemaal geen exact
Ik denk dat het is gewoon over. Ik hoop dat het zo wordt. Ik hoop dat over 10 jaar dat er geen seizoen meer is. Want dan zij... Ja, dan... Maar ik beantwoord alle vragen puur het idealisme, hè? Ja. Niks anders. Ja. Nee, dat is ook de bedoeling. Helemaal goed. Ik ben het er niet mee eens. Ontwerpers die hun collecties willen verkopen of verkopen, die bedienen daarmee winkels. En in winkels moet er het hele jaar iets hangen. En dat kan nou eenmaal niet het hele jaar hetzelfde zijn. En ik heb veel verkoop gedaan voor een aantal labels. En ik merk gewoon dat seizoenen zijn nou eenmaal... Ik bedoel, je kan inderdaad werken in een ander format of in een ander kader. En dat kan best werken, maar uiteindelijk zou je toch concessies moeten doen waardoor het gaat lijken op seizoenen. Of waardoor maar kijk even in letterlijke zin wat een seizoen is. Als een seizoen dus winter is, en dat begint in december met kou en sneeuw tot en met februari. Als we nu zouden kunnen zeggen dat dat gaat verdwijnen. Dan heb je misschien ook niet meer de noodzaak om je 8-koppige vos uit de kast te trekken in december. Nee, dat is waar. Maar ik geloof toch niet dat het... ontwerpers, er moet een soort snelheid in mode zitten. En die snelheid zit er door die seizoenen. En die snelheid is ook de dood van mode, hè? Dat zou je kunnen stellen. Ik ben het daar niet helemaal mee eens. Ik vind namelijk ook de kracht van mode. En mode verandert. En trends worden wel steeds vluchtiger. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de schoen van Prada, het laatste... die broken met die espadrille. Dus je ziet wat zoiets teweeg brengt en hoe graag mensen dat willen hebben. Dan geloof ik gewoon niet dat Prada over 10 jaar 1 schoen per seizoen of per jaar maakt. Verschillende seizoenen betekent toch niet dat er de hele tijd hetzelfde moet hangen? Je kan ook om de 3 maanden iets nieuws maken. Ik geloof er wel in een nieuwe collectie. Ja, nee, ik geloof er wel in dat ontwerpers wel heel erg gaan kijken naar wat zijn mijn sterke kanten. En dat je heel erg daarmee gaat inspelen op wat werkt en wat niet werkt als ontwerper. En dat je soort van je... Maar jij denkt niet dat Prada bijvoorbeeld, om daarmee even te blijven, iets leukers had verzonnen dan apen die in een boom klimmen als ze een paar maanden meer hadden gehad? Waar sommige modekenners nogal warm voor liepen, maar anderen weer niet. Maar jij denkt niet dat het anders was geweest? Nou ja, goed. Dat is jouw mening. Het is geen mening. Het is een vraag. Goed. Ja. Ik weet het niet. Ik vind het een beetje lastig om daar... Het is gewoon mijn... Maar denk je, wat ik bedoel is, denk je niet dat als die druk weg is, als er vrijheid is, als deze meneer Jimmy Paul gewoon tijd krijgt, dat hij misschien in plaats van in 2 maanden of in 3 maanden, maar in 6, 7, 8 maanden, echt iets neer kan zetten waar we allemaal stijl van achterover meppen? Ik denk dat seizoenscollecties wel degelijk blijven bestaan, al was het maar omdat de industrie toch is gemodelleerd naar de traditie van couture. Je blijft natuurlijk altijd zomer en winter houden, dus in die zin blijft het altijd bestaan. Wel dat ik denk dat er veel meer overlap gaat plaatsvinden. Absoluut onzin, dat zal altijd blijven. Ik denk dat er gewoon veel meer bij komt. Ik denk dat het voor alle ontwerpers gewoon nog drukker wordt. De trendvoorspellende functie van de catwalk zal op den duur verdwijnen. Ja, denk ik wel. Dat denk ik ook wel. Welke trendvoorspellende functie van de catwalk? Nou ja, ik denk dat de catwalk heeft natuurlijk van oudsher en ook nog steeds een bepaalde trendvoorspellende functie. Heeft het beter? Nog wel? Ja, toch? Oh, het wordt nu... Nee, zo bedoelde ik het niet. Beter ja of nee, hè? Het heeft vooral van Firestarters, hoor. Dus in dat opzicht kunnen we met vrienden gooien. Oké, nee, het is wel fijn dat ik zelf mag zeggen wat ik vind. Nee, het is mag dat. Heel graag zelfs. Zo bedoelde ik het niet, schat. Kijk, dat vind ik nou niet. Nee. Ik vind namelijk dat een catwalk show, dat is enerzijds om je pers te behagen en daarmee nieuwe klanten te werven. En anderzijds een heel klein stukje retail te bedienen die dat leuk vindt. Maar eigenlijk de meeste retailers vinden het allemaal dikke onzin. Ja. Die komen het liefst naar een showroom en die kiezen gewoon hun dingetjes. Ja. En trendvoorspellend? Ja, daar ben ik het niet mee. Ik denk dat mode een andere vorm hebben om trend te voorspellen. Ik denk wel, kijk, zoals je nu, wat je nu heel erg ziet is bijvoorbeeld die mannenrokken die toch wel upcoming zijn. Dat is men al... natuurlijk al bijna een eeuw mee bezig. Cloutier heeft daar het grootste handschrift in.
Maar zoals je dat nu ziet, dat Rick Owens daar heel... Ik vind dat... Hij zet wel iets neer. Maar dat is geen trend, hoor. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het op een gegeven moment een trend wordt. Ja, denk ik echt. Maar wacht even, wat bedoelen we dan precies met een trend? Een trend is dat het op een gegeven moment gewoon, zeg maar... Common dat zal vrij langzaam gaan. Maar op een gegeven moment komt er wel een trend tot stand dat er een soort gemak komt naar de consument. Een soort vertrouwen, zo van, oh ja, dat kun je dus doen. Ja, in of uit. Ja. Jimmy, even jouw antwoord op de stelling. De trendvoorspellende functie van de catwalk zal op den duur verdwijnen. Ja, ik denk het wel. Überhaupt hou ik me helemaal niet bezig met trends. Mary Me, Jimmy Paul totaal niet. Wij doen gewoon wat wij leuk vinden. En ik hoop dat het in de toekomst... Dat is voor mij mode. Jij wilde nog iets zeggen hierover? Eigenlijk. Nou ja, wat ik me wel afvraag, van, stel je voor dat dus het antwoord is, het gaat dus inderdaad verdwijnen, of je dan daar wel of niet mee eens bent. Maar wat wordt dan de presentatievorm waarmee ontwerpers laten zien wat ze aan het doen zijn? Dat is natuurlijk wel een goede vraag, want inkopers komen ook niet zomaar naar een showroom. Er moet wel iets gecreëerd worden, of ze moeten wel getriggerd worden. Nou ja, ik denk dat het heel belangrijk is. Kijk, een catwalk heeft er ook mee te maken dat je de content laat zien, hè? Je identiteit van je bedrijf. Ik denk dat dat altijd zal blijven. Toch altijd naar een show om geïnspireerd te worden, om te zien wat er speelt. Je ziet nu wat er volgend jaar gaat komen. Heel veel mensen kunnen daarop inspelen. De trendvolgers in de mode-industrie, de winkels. Ik denk toch dat de beste manier om iets nieuws te presenteren in modeformat is in een streep door het midden, mooie meiden, licht uit, spot aan. De catwalk krijgt wel veel meer concurrentie.